misverval was, de brug bij ons, die was weg, hè, die lag in het water. Ja. En dus Koos, mijn broer, die stond toen aan een, dat noemden we een veerpontje. Een pontje. En die heeft daar dus al die tijd dat er geen nieuwe, nog geen nieuwe brug lag in zijn koos, op dat pontje gestaan. En dan moesten de mensen, die kwamen aanrijden, op de fiets natuurlijk, hè, want ja, wie had er toen in de motor? Die kwamen en die moesten dan naar beneden, door de dijk. Want dat pontje, dat lag in het kanaal natuurlijk, hè. Dus dan moesten ze eerst helemaal naar beneden met de fiets. Dus dat was vooral oude mensen, was dat natuurlijk een behoorlijke handicap. En als je weet hoe dat was een staaldraad, die was over het kanaal gespannen. En dan om naar de andere kant komen, nee, dat was een knuppel. Ik zal kijken of dat ik iets kan vinden wat ik daarmee kan vergelijken. Oh, nou, dit is een ronde blok hout en in die hout, daar zat de gleuf in, de dikte van de staaldraad, waar dat het pontje mee naar de andere kant getrokken en weer terug natuurlijk. En wij hadden er hartstikke van dat pontje, dat werd dus niet meer gebruikt. Hè. Dat werd, kunnen jullie je eigen voorstellen wat dat pontje eigenlijk voor een bootje was? Dat was eigenlijk, dat had de breedte van de aanrecht tot hier toe. En dan kwamen de mensen moe. Want als ze naar beneden gingen, dan moesten ze de fiets wel tegenhouden. Maar als ze dan aan de andere kant waren, ze waren met een pontje overgevaren, en dan moesten ze weer aan de andere kant van de dijk, moesten ze met de fiets weer omhoog. Ja. Dat is daar wel, dat is de eerste handicap geweest. De omgeving daar, die is nog precies hetzelfde. Maar of dat die afritten er nog zijn, ik denk het allemaal van wel. Nee? Nee, we zijn er niet meer. Nee, we zijn er net geweest. Naast de brug. Ja, nee, je ziet er niks van. Zijn die helemaal weg? Nou, dat is toch verbreed, hè? Ja, dat waren afritten, die waren anderhalve meter breed, hè? En dan gingen de mensen. Ja, het was. De film genoeg? Nog een kwartier. Het was eigenlijk maar goed dat zo was, want de mensen uit de stad, die kwamen ook. Ja. Veel over het pond, want die gingen zoeken waar dat ze, of dat ze bij de hele Waderboer graan. Ik heb zelfs diverse machientjes die wij in de oorlog altijd gebruikt hebben. Als we graan hadden, dan deden we zelf dat brood malen. En ik kende, zoals ze toen waren, heb ik ze daarachter nog staan. Zo. Hierachter, die apparaatjes. Ik kan wel laten zien hoe dat wij zelf ons graan maalden toen wij om daar brood van te kunnen laten bakken. Want die
die machientjes, dat is eigenlijk interessant om dat te zien. Nou, is het? Die heb ik dan kant en klaar staan. Kant en klaar staan. Zo dat wij ze in de oorlog hebben gebruikt. Maar wij het zien? Ja. Ja? Waar u even een foto ziet of zo, is het militaire? Het Nederlandse militaire. Ik heb van 47-50 in Indië geweest. Oh, dat voor jouzelf? Van... Ja, dat zijn eigenlijk, dit is een jeugdfoto. Riddy Scholthuizen, dat was een overweer, dat was een Rotterdammer. En toen wij uit Indonesië weg naar huis gingen, omdat hij een oorlogsvrouw was, mocht hij vanuit Indië naar, Australië. Die is naar Australië gegaan. Staat ik hier ook op? Hey? Ja. Ja. Dat waren Nederlandse militairen. Dat waren Nederlandse militairen. Kijk, daar hadden wij een opleiding voor gehad. Dus ik vind het. En dat was hartstikke gezellig. Want ja, als jonge kerel op die leeftijd en je kan bezinnen, dan kon er alle kanten meer uit, behalve omhoog. Ja, hier staat dat bolletje waar wij. Ja, even kijken wat er is. Kijk. Het was een professioneel ding, hè. Kijk. Hier zat het dus. Hier zat een bakje. Bakje. Dat viel meer in. En dat. Dus hier ging dat luiken in. Ja, hier staat het kraan. Jammer dat er nog... Nou, dat zo is, hè. Nou moet ik natuurlijk zo draaien. Het naadje van de kous weten. Ik vind het nou eigenlijk zo dat ik dat niet gewoon... Want hier zitten een paar stenen in, hè. Oh, ja. Zie je? Daar hebben we dus... Oh, hier kan ze vast of los mee zitten. Ja. Zo'n dingetje, dat is... Is er een brand geweest? In de oorlog veel gebruikt, hoor. Dat is een ingenieurshamertje. Je kan er zien op het model. Kijk, dan kan er allerlei functies mee doen. En dan noemen ze het ineens jeugdhamer. Ja, zelfs dit nog. Nee, ja. Nee. En dit was de mogelijkheden dat er in dat klein stukje ijzer zit, hè? Ja. Gegeven. Ja. En ik heb er een verhaal bij gemaakt. Ik zeg, want dit is het ingenieurshamertje. Dan hoeven jullie mij niet meer te roepen. Want ik kan er alles mee maken. Daar kun je alle kanten mee op. Ja. Grote en kleine. En na die tijd hoef ik geen huizen meer te verbouwen.